Morgen zijn we er weer met nummer 51 van de Aandeelhouder op zaterdag. We zijn bijna een jaar rond. Weer een volle bak. Gebeurt veel op de beurs tegenwoordig. De beurs kruipt langzaam omhoog. Onderliggend gebeurt er best veel. Veel aandelen hoger of lager. Het zij door bedrijfscijfers, het zij door activiteit bij het bedrijf zelf. Nou, wat hebben we? Ahold bijvoorbeeld. Beleggersdag bij Ahold. En Ahold die kwam met het verrassende nieuws, waar toch al veel over werd gespeculeerd de afgelopen jaren, dat ze bol.com naar de beurs willen brengen. Ze hadden nog niet gezegd of er kwam een activistische aandeelhouder bij, Paul Singer van Elliott. Die was iets te laat eigenlijk, maar goed, hij zei van ja, dat is de fantasie in Ahold. En we gaan kijken wat we daarvan kunnen maken. Ahold krijgt overal nu een beetje houtadviezen, maar eigenlijk is dat een beetje te magertjes. Als ik goed kijk naar wat er staat te gebeuren bij Ahold, dan moet het advies eigenlijk omhoog. Nou, daar gaan we het over hebben. Shell verlaat Nederland. Ja, het is niet anders. Royal Dutch Shell wordt vanaf 10 december of 11 december, als het tenminste voor wordt gestemd, gewoon Shell. De koninklijke is niet langer. Heeft met allerlei factoren te maken, maar Shell wil gewoon sneller kunnen opereren. En dan is één eenduidig aandeel makkelijker. Ook daar hebben we het over. Dan TomTom ging woensdag opeens hard omhoog. Naar 8,30 zo'n beetje. Daarna zakte het weer terug. Nieuwe regelgeving in de EU zorgt ervoor dat straks vanaf juli alle nieuwe auto's moeten zijn uitgerust met bepaalde apparatuur, waardoor de bestuurder automatisch wordt gewaarschuwd als hij te hard rijdt. Nou, TomTom heeft daar een oplossing voor en dat zet een beetje de fantasie aan het werk. Dan we hebben we nog meer. Ja. Virtu Financial, Amerikaans bedrijf, een beetje tegenhanger van de Nederlandse optiehandelspartijen Optiver IMC en ook Flow. En waar Flow zeg maar een slecht kwartaal had, derde kwartaal, verdiende 20 cent per aandeel, daar had Virtu best een goed kwartaal, verdiende 70 cent per aandeel. Hun aandeel staat rond de $28. En dat is echt een heel leuk aandeel om eens goed naar te kijken. Ze kopen heel veel eigen aandelen in en onderliggend doen ze het eigenlijk heel erg goed. Er is natuurlijk behoorlijke optievolumes in Amerika met al die nieuwe beleggertjes. En het enige risico daar is dat het payment voor order flow eraf gehaald wordt. Dat verandert straks, maar dat wil niet zeggen dat er niet meer gehandeld wordt. Dus dan gaat het op een andere manier gebeuren. En ook daar zullen ze hun steentje aan bijdragen. Dat en nog veel meer dit weekend in het magazine. Mooi puzzel erbij ook nog. What's up on Wall Street. Kijken naar de short portefeuille. Dus allemaal voor 8,25 per maand via onderstaande link te verkrijgen.